Maarten Kors, je bent innovatiemanager bij de Rabobank. Tijdens dit Dutch Open Hackathon zijn er hier een stuk of 400 developers actief die met allerlei datasets aan de slag gaan. Waarom is een evenement als dit interessant belangrijk voor jullie? Ja, voor de Rabobank is dit interessant omdat wat je ziet in de financiële sector, er komen vanuit de technologie, Silicon Valley en de fintech-industrie zoals dat dan heet, steeds meer kleine bedrijfjes en ook grote spelers die nieuwe producten, nieuwe zaken ontwikkelen. Normaal traditioneel gesproken, als je kijkt naar banken en grote organisaties, dan werk je met roadmaps en jaarplanningen en zo. En ik denk dat we steeds flexibeler moeten worden om in te kunnen springen op die veranderingen. En zo'n hackathon als deze, dat helpt ons om ook eens te kijken van hoe doen hackers dat? Hoe doen developers dat? Hoe kunnen zij, en vooral ook in gezamenlijkheid met die APIs, nieuwe dingen creëren? En dat is echt super inspirerend. Ja, jullie hebben, je zijn al eerder betrokken geweest bij evenementen als dit. Wat heeft dat jullie tot nu toe opgeleverd? Enerzijds inzicht in hoe je data moet openstellen. Dus wij hebben vanuit de Rabobank nog geen API-platform. Dat zijn we nu wel aan het ontwikkelen. We hebben wel MyOrder als app. En daar hebben we een API-platform voor wat we beschikbaar stellen op dit soort hackathons. En we leren dan van die developers van dit kan beter. Of dit moet je anders doen. En daar leren we van. Daarnaast wordt ons netwerk steeds groter van developers. Ze zien de Rabobank steeds meer op dit soort events. We kunnen ook wat recruitment af en toe doen. En dan wil het niet zeggen dat ze bij ons direct komen werken, maar wel dat we ze mee kunnen nemen in projecten. En het helpt ook aan interne communicatie, dat je dit soort dingen organiseert. Want we doen dit ook intern, om het ondernemerschap van de medewerkers te vergroten. Dus dat je ze ook de mogelijkheid geeft om in 24 uur of 48 uur met een probleem, ook een Rabobank-probleem, dan aan de slag te gaan. En dat geeft soms hele mooie uitkomst uit, die we daarna ook kunnen gaan gebruiken. Ja, hey, je zei het al, wij zijn een bedrijf zoals alle grote bedrijven natuurlijk, hè, met roadmaps van jaren. En we zijn in een wereld waar dingen steeds sneller gaan. Oké, dat gesignaleerd hebben, dit soort evenementen betrokken hebben. En dan, hoe doe je daar dan iets mee? Dan krijg je hier proof of concepts of demo's of een clickable iets. We hebben nu een van de mensen van de Raad van Bestuur in de jury zitten. Dus op die manier halen we de top van onze organisatie ook hier naartoe om te laten zien van dit is er mogelijk. Dus we hopen ook dat in dit geval Ralf Dekker, die dat ziet, daar ook meer ruimte voor creëert. Het gaat denk ik ook om ruimte te geven. Voor ons is het ook een inspiratiebron. En we zullen hier waarschijnlijk dingen zien, dat merkte ik ook bij die fintech hackathon die we eerder georganiseerd hebben, waar we zelf nooit opgekomen zijn. En dan gaan we met die developers praten, zo van vinden jullie het leuk om dat verder te ontwikkelen? En kunnen we dat in partnership doen? Of wat hebben jullie daarvoor nodig? En dat zijn vaak hele lastige processen. Omdat wij hebben soms de neiging om te zeggen van we kopen dat op. Of wij nemen dit over, we slokken het op. En dat is iets wat we moeten gaan leren. Hoe ga je daar nou mee om dat je de developers, de hackers in hun waarde laat. En dat je als grote organisatie daar ook nog wat aan hebt. Ja. Even kijken. Er was een zin waar ik op terug wilde komen die me nu eventjes aan het ontschieten is. Nou, dat moet ik eventjes terug zien te halen. Maar goed, zo direct op. Met wat voor data van jullie kunnen ze hier dit weekend aan de slag? Dus we hebben geen Rabo-data, helaas nog niet. Maar wel MyOrder-data. En dat gaat over data. MyOrder is een app die je kan installeren. Daar kun je betalingen mee doen in kroegen. Daar kun je parkeren, net als je een parkeerplaats wil betalen. Dat soort gegevens, geanonimiseerd, worden beschikbaar gesteld. Maar ook de functionaliteiten van die betalingen worden beschikbaar gesteld. Dus dat als ze hier een app willen maken waarin betalingen nodig zijn, of waarin je betaald data nodig hebt, dan wordt die geleverd vanuit MyOrder. En we kijken ook vanuit het MyOrder team rond van waar is nu behoefte aan. Dus wellicht dat we ook weer op nieuwe dingen kunnen komen die we kunnen ontwikkelen als API. Ja. Ik weet weer op welke zin ik in wilde gaan. Je zei van die developers komen met ideeën, die komen met dingen waar we zelf niet opgekomen zouden zijn. Is dat
een belang voor jullie? Ja, zeker. Het is echt een inspiratiemoment voor ons. Kijk, mijn rol als innovatiemanager is ook te kijken van wat gebeurt er buiten die Rabobankwereld en zoveel mogelijk dat naar binnen halen. En dit zijn echt hele belangrijke evenementen daarvoor. En ze komen steeds meer, ze zijn steeds ook nadrukkelijker aanwezig. En ook om dat dan naar binnen te halen, kijken van willen we hier iets mee? En kunnen we dat ook versneld invoeren? Hey, als je het lijstje kijkt, dan is het een heel mooi lijstje met hele grote namen. Maar het lijstje is wel heel zorgvuldig samengesteld. Er is één iemand uit de financiële wereld, zeg maar. Er is één iemand uit dingen. Samenwerken met andere partijen, dat is één ding. Zie jij een hackathon voor je waar Rabobank, ABN AMRO, et cetera? Ja, zeker. Ja, ik zou het heel gaaf vinden. We hebben dus afgelopen zomer de fintech hackathon. Die was echt gefocust op fintech. Daar hebben we toen nog wel Triodos Bank voor uitgenodigd en zo. Het was allemaal vrij last minute. Maar ja, ik denk dat het juist heel erg goed is om dat in gezamenlijkheid te doen. En je ziet ook dat ABN doet ook aan start-up events en accelerator events. Wij doen dat. En het gaat er niet zozeer om van... Ik geloof niet zeer in die concurrentie direct met dat soort banken. Maar hoe kun je als bank of als organisaties een platform bieden om dit soort nieuwe ontwikkelingen... Ja, want jullie moeten natuurlijk ook aan standaarden eigenlijk werken. Ja, inderdaad. Vanuit dat komt sowieso de komende jaren heel erg op ons af. Vanuit Europese wet en regelgeving zullen we ook steeds meer data beschikbaar gaan stellen. En dat is het handigste als dat in de standaard gaat. En we hebben met de Nederlandse banken onderling al een supermooie standaard met Ideal. Dat is echt uniek in de wereld wat we hier in Nederland hebben. Ja. En daardoor hebben we ook wat langer ruimte voordat dit soort nieuwe bedrijfjes de Nederlandse markt opkomen. Want die kijken eerst naar andere markten waar dat soort betaalstandaarden nog niet zijn. Dus het heeft ons wel maakt ons sterker om wat dingen gezamenlijk te doen. Ja. Ja. Hey, op financieel gebied, voor welke innovatie loop jij nu het meest warm op? Er zijn een aantal dingen. Dus enerzijds wat hier de kern is, dus APIs en connected banking. Ik denk dat dat echt de basis is van technologie die super belangrijk gaat worden. Hoe kun je andere banken, maar ook allerlei andere bedrijven aansluiten op elkaar? En hoe kun je een platform zijn als organisatie? Dus dat is een super belangrijke megatrend. En daar zitten allerlei dingen aan vast. Dus onder andere bijvoorbeeld wearables. Apple komt natuurlijk. En Apple is voor ons een hele belangrijke. Omdat met een horloge dadelijk. Waar je mee kan gaan betalen. En we zagen toen Apple met hun eerste iPhone kwam. Toen ging het mobiel bankieren. In één keer kreeg je een enorme boost. En ik denk dat met betalen straks. Als Apple dat introduceert in Europa en in Nederland. Dat betalen met je telefoon of met je horloge. Dat ook een enorme boost krijgt. Dus daar zijn we ook naar aan het kijken. Met Google Glass en met wearables. We hebben voor Pebble zijn we een appje aan het maken. Dus dat is een belangrijke, die wearables-economie. En de laatste die ik wel interessant vind, is meer de artificiële intelligentie. We hebben hier op deze hackathon ook Watson staan. Ja, van IBM. Van IBM. En dat is een... dat is, kijken we, als je nu ziet, de bankaire sector, die is de eenvoudige administratieve handelingen aan het automatiseren. Dat heet dan straight-through processing. En dat is waar we nu mee bezig zijn. En dat gaat steeds beter. Maar kun je ook dadelijk wat lastigere processen, bijvoorbeeld risicoanalyse, waar je nu afdelingen voor hebt met honderden risicoanalisten, kun je dat ondersteunen of versnellen of misschien zelfs wel in de toekomst vervangen met dit soort geautomatiseerde systemen? En dat is een hele tricky one. Enerzijds ethisch, van wil je dat als werkgever? En anderzijds ook kan dat? En als persoonlijke bank, hoe ver wil je daarin gaan? En dat is enerzijds vanuit de technologie een hele interessante, maar ook vanuit ethiek een hele boeiende. Ja, en andere manieren van financieren, zoals crowdfunding bijvoorbeeld. Is dat nog iets wat jullie... Ja, zeker. Crowdfunding, voor innovatie is dat wat minder interessant geworden. Daar waren we een paar jaar geleden heel erg mee bezig. En wat je nu ziet, is dat we de organisatie daar klaar voor hebben om dat te gaan doen. Dus er zijn, dat is meer bij ons dan in de lijn georganiseerd, dat we mensen hebben die daarvoor openstaan. We hebben samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met One Planet Crowd. En, dus dat is echt wel... ik zie dat...
voor ons niet meer als innovatie, maar meer als gewoon, nou, dat is een part of the deal. En ja, daar kun je niet meer zonder. En je ziet ook dat lokale banken soms bij sommige kredieten zeggen van, nou, dit kun je beter via een crowdfunding platform doen. En andersom dat crowdfunding platform ook aangeven, nou, dit kun je beter bij Rabo bijvoorbeeld doen. Dus dat wordt echt al als onderdeel van het ecosysteem gezien, ja, crowdfunding. Ja. En dat zal wel groeien, hoor, denk ik, de komende jaren. Ja. Hey, ja, ontzettend bedankt voor nu. En wellicht zien we je nog terug. Je bent hier 2 dagen, of ben je hier vandaag? Ja, ik kan nog één ding zeggen. Want wel leuk is, in oktober hebben we ook nog een andere hackathon, die misschien ook wel interessant is voor de kijkers van Fast Moving Targets. En dat is de Food Waste Hackathon. Dat doen we samen met onder andere Natuur en Milieu en Provincie Noord-Brabant. En wat we daar willen doen is, iedereen praat natuurlijk over het reduceren van voedselverspilling. Kun je dat ook doen? Dus we willen daar boeren, mensen uit de hele voedselketen bij elkaar brengen, die data laten beschikbaar stellen en dan hackers daarop laten hacken om te kijken van, nou, wat voor oplossingen kun je daarvoor verzinnen. Ja, ja, super interessant. Ik denk alleen maar, ik kon een klein haakje vinden, want je zei boeren en jullie waren vroeger de boerenleenbank. Ja, ja, ja. Wat is zeg maar de relatie met jullie? Of is het maatschappelijk verantwoord ondernemen? Ja, nou, kijk, Rabobank is natuurlijk inderdaad ontstaan vanuit dat boerenleenbank. En we hebben deze zomer Banking for Food. Dat is zeg maar onze hoofdstrategie geworden, waarin we zeggen van, nou, hoe kunnen we als bank de voedselketen verduurzamen? En we zijn wereldwijd de grootste food- en agribank. Dus we hebben een enorm netwerk op dat gebied. En ook steeds meer data. Je ziet ook daar dat we bijvoorbeeld voor deze hackathon een boer die drones over zijn akkers laat vliegen, die heel veel data beschikbaar stelt. We hebben de eerste sensoren die in koelkasten sla kunnen meten en zeggen van, nou, deze moet nu opgegeten worden. En voor ons is dat, 100 jaar geleden zijn we begonnen met mensen toegang geven tot het financiële stelsel. Wellicht voor ons is de komende 100 jaar toegang geven tot voedsel. En ik denk dat de Rabobank daar best wel een rol in kan spelen. En dit is een hele mooie hackathon om daar echt iets concreets mee te doen. Ja, helder, leuk. 17 en 18 oktober in Eindhoven. En het URL is hackfoodwaste.polderhack.nl. Maar anderszins googelen kom je ongetwijfeld ook op de juiste plek uit. Maarten, ontzettend leuk. Bedankt voor nu. Die houden we ook in de gaten. En wellicht zien we je later dit weekend. Bedankt, Erwin. Dankjewel. Yep.